had zij had zij daar zit je daar zit ik inderdaad in een soort van onofficieel eindejaarsinterview. ja die heb je die hebben we wel eens gedaan die hebben ja die heb ik wel uh, een keertje of drie gedaan denk ik in ja. een ver verleden ja we, we doen we doen die inmiddels alweer een jaar of uh, makkelijk tien denk ik maar ja uh, daar heb je er drie van mij gedaan want je bent vijf jaar weg geweest ja ik ben vijf jaar weg geweest Best, best wel weleens? lang ja heel lang daar hadden we het net eigenlijk over dat we toen ik hoorde vijf jaar dat ik zoiets van Jesus vijf jaar het voelt jaar. korter ja ja maar dat komt ook wel ik wist dat ik dit item moest gaan doen en jij had het zo over oh, de afgelopen vijf jaar wat heb je dan gedaan en ik moest ook echt even nadenken van oké okay, wat de fuck is er gebeurd de afgelopen maar, vijf jaar maar überhaupt een soort van wow was het vijf jaar dat had je ook toch ja ja klopt maar dat komt ook omdat ik dus altijd nog wel een beetje langs ben geweest ik ben het is niet alsof ik vijf jaar niet meer nou dit is het Tweede keer nu dat ik op deze redactie kom, maar ik ben natuurlijk wel vaker ook nog op het oude kantoor geweest. Ja, bij wat precies? Bols. <laughs> het was vooral borrels. Het was vooral als er alcohol gedronken. Ik ben nog een paar keer in een bar geweest. Ja. Uh, bij Blessed Galaxy, de premium borrels, was ik eigenlijk ook altijd. Um, het moment dat er gratis alcohol... <laughs> Denk je dat kijkers jou... Er zijn natuurlijk nieuwe kijkers in de laatste vijf jaar, maar er zijn ook heel veel dezelfde kijkers. Kennen die jou als iemand die van een houdt? Ja, maar dat Toch? komt Dat was, toen dat al was ook al. bij Game Kings ook al. En ik heb natuurlijk ook nog lang gestreamd en daar bolde ik ook wel wat. En nu, hoe is het met de borrel in naam? <laughs> um, ja, ik moet zeggen dat ik in die vijf jaar heeft natuurlijk ook corona gezeten. En daar heb ik me echt heel dat vond ik echt verschrikkelijk. Uh, en ik merk dat ik wel heel erg aan het inhalen ben voor die gemiste jaren. Qua ja, uitgaan en gezelligheid en mensen opzoeken. Dus ja. ja, ja dan wilde ik het straks inderdaad nog oh. even. Uh, Sorry, ja, ik loop vooruit. Uit. Nee, op nee, de nee zaken. zeker niet. Maar daar, als in, daar ga ik er nog, nog niet nu op in. Maar, ja. maar zometeen wel. Hoe, uh, even in het algemeen inderdaad. Hoe waren dan de, de laatste vijf jaar? Ja, een beetje gemixt. Um, ik denk, toen ik wegging, toen, toen ik, ik was heel erg klaar om iets anders te gaan doen. Uh, dus nou, dat was wel echt even chill. Maar nou ja, eigenlijk vooral die coronajaren, die heb ik best wel als, als zwaar ervaren. En ook afgelopen jaar heb ik ook wel wat ja, beetje negatieve dingen meegemaakt. Um, en ook gewoon heel veel twijfels over ja. Ik ben inmiddels, begin ik ook wel echt oud te worden. Ik word dit jaar 30. Ik heb best wel een beetje een soort van quarter-life crisis. Van oké, okay, wat wil ik nou eigenlijk? Wat kan ik nou eigenlijk? Waar wil ik heen? Ja. Ik ben mijn fucking al mijn vastigheid ja. opeens verloren, natuurlijk. Ja. Um, dus ja, ik heb nog steeds wel. Er zijn periodes geweest dat het heel goed ging, maar ik heb natuurlijk ook wel. Net als denk ieder mens wel. Wat lastige fases uh, nou ja, meegemaakt. We hebben sowieso allemaal inderdaad een collectieve rare, voor veel mensen lastige fase uh, meegemaakt, namelijk corona. Ho Hoe was dat zo, was dat zwaar voor jou? Omdat ik dacht vroeger dus altijd heel erg dat ik heel erg introvert was. Uh, en ik ben er daar eigenlijk achter gekomen dat ik dat helemaal niet ben. En dat ik wel echt uh, mensen om me heen nodig heb. En dat ik, ik haal energie uit gezelligheid. Ja, precies. En, uit, uit onder mensen zijn. Onder mensen zijn, ja. En gewoon met mensen lullen. En gewoon. Op pad. Um, en ik ben ook wel echt heel erg goed in thuis zitten en lekker gamen. en dat is prima, maar dat werd op een gegeven moment zo lang en die restricties, ja, ik hou niet van restricties, dus dan dat gaat er bij mij al, dan raak ik alleen maar gefrustreerd. Ja. Uh, dus ja, dat vond ik wel heel lastig en ik was wel, ik hoop dat we dat nooit meer hoeven mee te maken, in ieder geval. Nee, dat snap ik dus, maar, maar ja, je, je, um, het kost je geen energie, dus om onder mensen te zijn. Nee, nee dus dan nee. ben je inderdaad. Een extravert? Nou, ik denk dat... Het, volgens mij heb je iets wat er tussenin ligt. Een ambivert. Alleen dan... Ja, maar dan... Als jij... Um, dan, dan kan het alle twee. Maar, maar je, je kan dus nu... Je kan goed alleen zijn. Ja. Alleen daar haal je geen energie uit. Nee, klopt. Dan verveel ik me gewoon vaak heel ja. erg. En dat... Nou, ik heb wel echt een periode gehad. Het vooral... En het... Eigenlijk sinds ik... Nee, ik heb nog niet eens verteld waarom ik hier weer zit. Nee, dat gaan we. Ja. <laughs> um, eigenlijk... Ik was heel onrustig. Ik ben best wel periode heel erg onrustig geweest en dan was ik klaar met werken en dan moest ik ergens heen en dan moest ik mensen zien en dan moest ik weer ergens een biertje gaan drinken. En gek genoeg heb ik nu eindelijk weer een soort van iets meer rust gevonden van, maar dat hoeft helemaal niet altijd. Uh, betekent niet dat ik het nog, ik doe het nog steeds heel vaak, ik ben nog steeds heel vaak buiten de deur, maar ik, ik merk wel dat ik wat beter ben geworden in alleen zijn ook weer. Ja, oké. Okay. Maar, maar maar dan is het eigenlijk gek dat je vroeger. Nou nee, ja, niet gek, uh, maar dat je veel streamde en, en toch veel dingen alleen altijd deed. Ja, maar dat ik ben daar dus ook een beetje op afgeknapt. Dus ja, je misschien bent was het. Het erachter gekomen dat je dus ja, je maar... krijgt van onder de mensen zijn. Ja, nou ja, ik ben ook gewoon. Ik, ik bedoel, toen ik bij GameKings ging werken, dat was in 2014. Dat klinkt ook echt oneindig lang ja. geleden. Het is ook oneindig lang geleden, dus bijna tien jaar. Uh, toen was ik ook wel gewoon een heel ander persoon, denk ik. Ik had nul levenservaring. Ik kwam hier een soort van als wereldvreemd kuiken, kwam ik hier eigenlijk ja, binnen. Stage. Stage. Ja. Um, dus ja, toen moest ik nog heel veel leren. En... Een meer vreemd kijken. <laughs> <Ja>, dat, was... <laughs> dat wordt de, de, dat wordt de, de, de ondertitel. Ja, van Ja, precies. Nou, dat, maar dat was toch wel echt een beetje wat het was, natuurlijk. Ik had echt heel veel dingen nog niet gedaan en meegemaakt en weet ik veel wat allemaal. Ja. Uh, en dankzij Game Kings, maar ook dankzij 2K heb ik gewoon heel veel mogelijkheden gekregen. En ben ik mezelf ook op sociaal vlak gewoon veel meer gaan ontwikkelen, denk ik. Ja, dat is dat volgens mij heel erg. Um, uiteindelijk zijn dat. Maar twee werkgevers geweest. Ja. Maar heb je inderdaad dus wel heel veel kunnen doen, waardoor je nou ja, de, de wereld hebt gezien en inderdaad een ander persoon bent geworden. Nou, het is gewoon een heel divers werk. Ik bedoel, bij Gamekings begon ik, uh, voor de mensen die me dan nog niet kennen, uh, ja, heb ik in het begin, wat was het, een jaar stage gelopen. Nou, dat was dan meer gewoon het maken van de content en de items op de manier hoe we dat vroeger nog deden. Nu is alles heel erg geautomatiseerd, uh, maar toen moest echt alles nog handmatig geëdit worden en ja. nagekeken. Dat duurde echt heel erg lang. Je hebt het zowel nagekeken als zelf geëdit, dingen natuurlijk ook. Ja, zeker. Ja, want nadat je stage toen werd ik dus opeens hoofdredacteur wat uh, de Op meeste Dennis ging weg. ja Dennis ging weg um, de meest verantwoordelijke functie binnen het bedrijf en ik was een, wat noemde ik mezelf onnozel kuiken. Wereldvreemd wereldvreemd kijken Wereld. kijken ja. <laughs> ja dus dat was wel een, uh, een uitdaging uh, maar daar heb ik echt extreem veel van geleerd natuurlijk er is geen manier om meer in het diepe gegooid te worden dan nee. opeens hoofdredacteur te zijn van Game Kings uh, ja, ja. Dat, terwijl volgens mij uh, hadden we het daar laatst ook over terwijl Terwijl ik en Boris uh, we hadden jouw stage sollicitatie uh, uh, gesprek samen met z'n drieën gedaan. Ja, met Dennis erbij. Oh, met Dennis erbij? Ja, ja. Oh, dat Ik weet ik niet, niet of jij erbij nee, volgens mij nee, was het Dennis en dan Boris. Was het inderdaad toen nog Den en toen Dennis wegging, ben ik dat van hem gaan overnemen. Maar toen weet ik nog dat, ze, uh, dat, dat we het hadden met z'n allen over. Uh, we hadden inderdaad Shelly over de, over de vloer vandaag. En dat was best een leuke sollicitatie. Maar we weten het nog niet helemaal. En toen hoorde ik Boris. En dat is. Ja, ik weet niet of het ergens seksistisch was. Maar het is ook alweer tien jaar geleden. Die, die sprak de. de de, de wijs naar nou de wijswoorden. De woorden. Ze kan altijd nog de telefoon opnemen. Ja. Yeah. En dat kon ik. Nou, dat kon je sowieso, ja. maar gelukkig was dat niet... Ik bleek een, nog net iets meer te, te, kunnen te kunnen. Ja, maar juist weer. Te, ja, nee, dat, is niet, een... dat is een, 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 een... ja, Hoe noem je dat? De, 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 de secretaresse functie. Ja, precies. Maar, het was een... maar ik kreeg een hoofdredactrice. Van, ja, dus... maar dat, dat was... Het um, sollicitatiegesprek was echt heel slecht. Ah. Ik was super zenuwachtig. Ik keek vroeger zelf ook Game Kings. Dus dan is het natuurlijk ook heel raar om dan opeens... daar op sollicitatiegesprek ja. te komen... met mensen die je ook oh. gewoon... Uh, op je beeldscherm heb gezien. Ja. Dus dat maak je dan extra zenuwachtig. En ik was gewoon een zenuwpees. Ik ben nog steeds een beetje zenuwpees. Ietsje <laughs> gewoon... minder, maar ja. nog steeds een beetje. Dat zit, dat zit ja. gewoon in mijn karakter. Ja. Dat kan ik gewoon weinig aan doen. Ja. Um, maar ja, sollicitatiegesprekken ben ik nog steeds slecht in, trouwens. Ik fok ze altijd op. En op een of andere manier krijg ik. Toch nog voor elkaar om er een baan uit te halen. Ja, je want... gewoon, omdat iedereen snapt dat het real is. En dat je real bent en niet, niet. niet. Uh, of, nou, of... ik heb wel geleerd dat het soms ook gewoon belangrijk is als je erg zenuwachtig voor bent. Om het gewoon aan te geven. Ja. Want dan begrijpen mensen ook waarom ja, je tuurlijk. misschien op een rare manier. En, en helemaal. Als je goed. Ja, dat en als je goed uit kan leggen waarom je zenuwachtig bent, is dat natuurlijk ja. ook helemaal logisch of zo. Dat ja. is heel raar dat mensen dan soort van dat niet even soort van je kant geven zijn. werk hebben even goed gespannen. Ja, het is mensen. ook best wel logisch. Ik bedoel, sollicitatiegesprek is vaak wel. Iets wat je heel graag wil of je hebt het nodig omdat je een baan moet hebben, het is dus gewoon belangrijk. daar hangt gewoon veel van af. Ja, of ja. voor, nou ja, voor ik, ik weet niet hoe voor mij. Ik, ik vond het altijd heel moeilijk omdat het um, iets een soort van vreemde nieuwe uh, sociale interactie is. Ja, het soort van iets, iets die moet je zelf verkopen. Ja, je moet jezelf bewijzen heel of. erg bij mensen die jou totaal niet kennen en ja. op dat. Punt, toen ik hier kwam solliciteren, had ik ook nog niet zo heel veel te bewijzen. Ik denk, een MBO-opleiding waar ik echt letterlijk niks leerde, ja. uh, was dat sloeg echt nergens op. Um, media management. Ik kan me ook <laughs> totaal niet herinneren wat ik daar vier jaar lang heb gedaan. Nee. nee. Spreadsheets managen of dat weet ik het Ja, het waren waarom van die fictie. Op een gegeven moment kreeg ik een keertje les in jezelf googelen. Jezelf Google ja dan moest je dan nou het was gewoon Google les van oké okay, hoe vind je informatie over iemand in dit geval jezelf en ik weet nog dat ik toen dus klasgenoten hadden die echt zo zaten Google hoe werkt het ermee een soort van hoe we zijn allemaal millennials je hoort het fucking te weten hoe Google werkt nou ja dat was misschien uh, ja Google nou, bestond dus, al een tijdje maar ja. ja nou schijnbaar dus ook goed dat we er les in kregen ja maar uh, het is nu heel belangrijk toen was het al belangrijk maar nu is het vooral heel belangrijk het is vrij essentieel ja Precies. Ja. Hey, um, even nog een, een klein uh, uh, de, de uitstapje. Je, heb je nu voor het eerst dan bij Gamekings, behalve dan misschien eerder op uh, brief maandag vandaag, maar een koptelefoon op? Uh, ja, nou, ik zit even te denken, want ik ben wel al een keer eerder bij een bar weinig geweest. Nee, bij bar weinig hebben we sowieso nee, geen koptelefoon op. dan zijn er op. Er geen koptelefoon. Heb je zelf nooit gestreamd met een koptelefoon? Jawel. Maar hoorde je zelf niet? Jawel. Maar je zegt net soort van. Nou, ik, heb, ik weet maar niet ik of ik vind die het je koptelefoon heel gek is. Want <laughs> ik ben, ik, dan hoor ik mezelf mijn stem hebben. Ja, ik ik vind... heb zin van: maar je hebt jaren media gemaakt. Hoezo ken je je stem nog niet? Ja, ik ken mijn stem wel, maar dat betekent niet dat ik super tevreden ben met mijn eigen stem dat ik denk van nou daar wil ik even lekker drie uur lang naar luisteren. Ik ga drie uur eens af en de ja. nou, stream misschien maar. Nou ja ik zit met jou ook ik weet hoe lang jij kan lullen. Dus. Ja. ja ik nee. probeer het zo min mogelijk te doen omdat het een interview is over jou. Nee uh, ja die nee ik vind het ook bedoeld Het is nou niet dat ik zit nu helemaal in rep en roer ben omdat ik een koptelefoon. Nee, nee... dat nou, je hem eigenlijk eens een beetje schoorvoetend op. Nou, Oké okay, maar die kut, 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 ja. telefoon ook op. Ja. Nee, maar dus je, je kent je stem nog niet helemaal volledig. Nou ik ken hem wel. Natuurlijk nou, ken ik je hem. Oké, okay, nou, toch? misschien wordt dit op het moment. Ik accepteer vanaf vandaag mijn stem. Ja, Hatzee. dankjewel, ja. Jelle, voor deze doorbraak. Ja, nee, dat is zo simpel. Is ja, het inderdaad. Hé, hey, hoe is het gekomen dat jij hier zit nu? Ja, nou ja, dat uh, is eigenlijk een beetje een lullige reden. Want ik heb uh, vijf jaar bij Too gewerkt en. Uh, ja, de, de gamesindustrie en de techindustrie is gewoon heel erg aan het veranderen. Dat merk je al jaren en dat is nu ook bij 2K gebeurd. En uh, ja, dat kwam er eigenlijk op, uh, op neer dat er Layoffs moesten komen, uh, omdat uh, afgelopen jaar gewoon niet zo heel erg goed heeft gedraaid. Alleen afgelopen jaar? Nou ja, daarvoor zat je corona. En dan merkte je eigenlijk gewoon in de hele tech en in, in de games ook. Dat het gewoon super goed ging opeens. Precies. En zijn er heel veel mensen aangenomen. Ja. ja, en nu gaat het wat minder. Want mensen hebben weer werk en zijn gewoon weer bezig met andere dingen. Het is recessie. niet. Je kan... Twee dingen tegelijk. Ja, ja precies. Um, je merkt gewoon heel erg dat mensen minder games kopen. Of alleen de grote games waar je misschien het hele jaar mee uh, door kan. Call of Duty, Viva, ja. uh, God of War tussendoor. Dus ja, dat, ik denk dat dat in de hele industrie wel te merken valt. En uh, zo ook uh, bij Too K. En uh, ja, daarom hebben ze besloten om mee te laten gaan. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. En is dat, want er zijn meer mensen natuurlijk, uh, moesten of zijn al uh, bij Too weg. Of moesten misschien ook weg. Er waren misschien niet eens meer heel veel plekken. Ja. Um, het is niet alleen jij toch? Het is, het is met jou Nee, de... het, is, het zijn wel uh, wereldwijd uh, Leo's geweest. Ik weet niet, ik we heb eigenlijk geen idee precies hoeveel. En... Hoe dat allemaal zit. Um, maar ja, ik moet ook eerlijk toegeven dat ik het wel een beetje voelde aankomen. Vooral in de Benelux. Al dit soort bedrijven. Die zijn gewoon heel erg bezig naar meer een soort van um, globale strategie. Dus het wordt allemaal vanuit één kantoor gedaan. Het liefst. Want dat is gewoon makkelijker. Ja. En dat is ook wel echt iets wat heel erg door corona is gekomen. Um, wat in mijn ogen aan de ene kant een positief ding is. Omdat het maakt niet uit waar je woont. Je kan nu uh, gewoon hybride of remote kan je. Uh, bij bedrijven over de hele wereld werken. Ja. Uh, maar het heeft dus wel die kanttekening... dat ze dus misschien wat minder mensen... in, in de lokale uh, kantoren nodig hebben. Ja, dus, ja, maar het is ook wel misschien wel weer goed... want er wordt er niet gevlogen... Of, of van allerlei andere dingen. Ja, en ik snap het ook heel erg goed. Ik snap heel erg waarom dit is gebeurd. Ik heb het echt super naar mijn zin gehad... bij 2K, vijf jaar lang. Dus ik moet zeggen... Het, het, die, het is nu ongeveer drie weken geleden en de eerste, eerste twee weken had ik het wel even anderhalve weken. Ik vermoeite moeite, want ik was daar gewoon vijf dagen per week mee bezig en het viel opeens helemaal weg. Ja. Dus ik kwam wel in een uh, ja beetje een leegte van wat moet ik nou? Um, een opgelegde vakantie. Een hele opgelegde vakantie ja, wat inderdaad. Wat dan weer een soort van restrictief voelt misschien. Ja en ook wat ik net al zei dat ik kijk die vastigheid is gewoon heel erg fijn en omdat ik al niet zo goed weet of wist wat ik wilde en waar ik heen wil dan ja als dat dan opeens helemaal weg is dan moet je wel echt gaan nadenken van oké okay, waar ga ik nu heen maar aan de andere kant daar zit ik dus al best wel lang mee uh, krijg ik nu wel een soort van duwtje in de rug om eventjes wat anders te gaan doen en nou dat ja, ja dat en er bewust bij stil te staan ja, je wordt nu toevallig op een ergens Goed, maar niet goed moment geforceerd om, 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 om daar wat, wat, wat actiever over na te denken. Ja, en dat vind ik eigenlijk wel heel erg fijn, omdat het wel iets is wat al langer speelt in mijn leven. En ik heb een soort patroon ontdekt uh, toen ik aan het nadenken was over dit item. Van na vier of vijf jaar ga ik me dus gewoon een beetje. Vervelen of dan ga ik nadenken over wat ik anders wil. Ik heb vijf jaar bij GameKings gezeten, ik heb vijf jaar gestreamd en nu heb ik vijf jaar bij 2K gezeten. Het dus ja, is niet ik, heel gek ook, toch? Ja, ja. ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben. Dat je dan denkt: van ja, kan ik hier nog wel doorgroeien? Um, ja, en ik denk dat in ieder geval van, van, van een bepaalde leeftijd. Ik denk dat het ergens Dit ligt, ligt natuurlijk aan inderdaad aan de persoon, maar generationeel is dat vroeger mensen iets meer soort van. Ah, ik, ik zit hier, dus dat is het. En misschien kan je doorgroeien, misschien niet. Uh, iedereen heeft die vraag natuurlijk wel, maar dat er inderdaad mensen van onder de veertig misschien wat sneller zoiets hebben van. Nou, goh, wat is er nog meer te doen? Kan ik mijn ja. skills ergens anders brengen en, en ontwikkelen en wat dan ook. Um, maar dus we, 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 heb je. Je was erover aan het nadenken. Is er al een soort van plan? Of een, nee, of een dus Oh, zeker. Dit zou ik willen. Nee, mijn plan is sowieso. Um, ik ga in mei ga ik gewoon even weg. Uh, ik heb nu de mogelijkheid om gewoon uh, ja, heel asociaal een lange vakantie te nemen. Dus dat ga ik ook doen. Hoezo is dat asociaal? Ja, eigenlijk helemaal niet asociaal. Nee. Ik heb tien jaar achter elkaar gewerkt. Dus ik vind dat je dat op een gegeven moment ook wel een beetje verdient. Precies. Uh, ik ga naar Vietnam. En misschien Cambodja, misschien de Filipijnen, moet nog even kijken. Ja, nou ik, ja. <laughs> ja. Ja, nou, ik begin in ieder geval in Vietnam, denk ik. En dan, uh, ik wil sowieso een maand misschien langer. En dan daarna wil ik wel weer echt gaan focussen op wat wil ik qua werk, dingen. Ja. Uh, maar, maar dat weet je nog niet precies wat dat is. Ik okay. ben, ja, nou ik heb wel heel erg... Ik, ik, ik merk aan mezelf dat ik nu niet heel erg de behoefte heb om weer vijf dagen per week heel erg vast aan één ding te zitten. Mm -hmm. um, ja, daarom heb ik natuurlijk ook Gamekings gecontact. Omdat ik dat altijd al leuk vond om te doen. Ja, uh, heb je gewoon even. Uh, jij of, of Boris <laughs> even uh, een mailtje van een appje gestuurd? Nou, het ging een beetje. Ik was natuurlijk een tijdje terug ben ik met JJ en Yui naar Parijs ja, geweest. En dat was hartstikke gezellig. En daar heb ik ook best wel veel met JJ over content. Uh, Maken gepraat. En ik kreeg daardoor eigenlijk wel weer heel erg zo: oh, dit is eigenlijk wel heel erg leuk om dit weer te doen. Omdat ik natuurlijk ook veel heb gestreamd. En je voor de camera werd getrokken ook in die trips natuurlijk. Ja, precies. Dus ik, ik merkte dat ik dat wel heel erg leuk vond. Dus ik had al een beetje dat contact met JJ was alweer wat meer opgewarmd. Um, en toen, nou, toen ik werd ontslagen, dat was op het moment dat Skate naar WrestleMania ging. Ja. En ze konden mij niet meer bereiken. Dus het was een beetje van: oké, okay, oh, ja. wat is hier nou aan de hand? Ja. Dus, nou ja. Jij had al van nee, ja, hopelijk niks er erg, dus ik zeg ja, nou, ik bel je nog wel, ja, maar nu mag dat nog niet, nee, dus ik, kon... ik bel je als ik mag, precies. Um, en toen heb ik hem even opgebeld en eigenlijk kwam J.J. toen gelijk al van ja, wil je niet weer bij ons? Want volgens mij had Koos dat ook al uh, voorgesteld. En toen zei ik van ja, nou, dat wilde ik eigenlijk wel, ja, <laughs> ja. Ging heel makkelijk, ging heel makkelijk, ja, nou ja, het had natuurlijk het had ook kut geweest als ik jullie had opgebeld en ik uh, gewoon nee, ja. Zoeken lekker uit. <laughs> je bent niet meer welkom. Er ja, was een ja. soort van al, eerst afgewezen door, uh, door 2K en dan ook nog door Gamekings. Maar dat was gelukkig niet zo. Nee, want het wat, wat is ook niet zo dat we dat wij, uh, dat, of dat jij toen, toen je wegging bij Game Kings zei, van oh, weet je, ik ga weg bij Game Kings, Je wilde gewoon ook wat anders. Of je wilde wat, wat anders. Ja, en het was denk ik ook wel tijd om wat ik deed op een gegeven moment alleen nog maar presenteren. En dat is hartstikke leuk, maar daar kan je natuurlijk niet van rondkomen. En nou. Die uh, vacature bij 2 kwam vrij. En ik wilde gewoon heel erg graag wat in de industrie doen. Uh, Dennis werkte daar. Nou, Love Dennis. Dat is echt nog ja, steeds heel Ja, Ja, bij GameKings en natuurlijk nu ook ergens... Nou, dat is beetje... dus heel grappig, want hij was hoofddirecteur bij GameKings. Toen heb ik zijn baan overgenomen. En toen ging ik dus voorbij hem solliciteren ja. bij 2K. En toen dus heb je ook ongeveer een so soort van. Uh, niet zijn baan overgenomen, maar een soort van gelijke uh, opstap ook. Gedaan. Ja, precies. Ja, en we hebben gewoon. Ja, gewoon echt Elke dag samengewerkt, dus uh, ja? Uh, ja, dat op, is uh, tot het eind ook. Ja, zelfs want Dennis is op een gegeven moment naar Global gegaan, ja. uh, dus officieel werkt hij dan voor het Engelse kantoor. Ja, en, maar wel in Nederland, ja, gewoon in Nederland. Uh, hij heeft hier natuurlijk een huis gekocht, want ik denk niet dat hij zo snel naar Engeland zou willen verhuizen. Um, maar ja, we hebben gewoon, uh, zelfs toen elke dag gewoon nog gebeld. Uh, dat vond ik heel erg prettig omdat ik had sowieso geen Nederlands team meer. Ik was ja. samengevoegd met het Duitse team, dus ja. ik, ik had ook verder geen Nederlands contact. En ik werkte fulltime vanaf huis, dus ik miste wel een beetje die connectie af en toe. En dat was heel chill dat ik dat met Dennis nog wel had. Hoe, wanneer wanneer werkt je fulltime van, van huis? Ook ja. laatst nog? Als in, er is geen, geen kantoor was er überhaupt. Meer? Nee, er is wel een kantoor, maar ik hoefde daar eigenlijk niet heen, omdat ja, ik werk met een Duits team of met ja. een internationaal team. Dus alles gaat gewoon via Zoom. Dus ik kan er wel in mijn eentje op dat kantoor ja, gaan okay. zitten. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En het is eigenlijk sinds ja, corona werk ik gewoon. werkte ik fulltime vanuit huis. Ja. ja. Nou, dan, dan wordt het op een gegeven moment ook saai, inderdaad. Want je had volgens mij vroeger huisgenoten. Maar, ja. maar al, al een tijd niet meer. Nee, ik had inderdaad huisgenoten. Maar ik, ik woon nu echt. Ik heb dus heel veel geluk gehad met een chill huis ook wel in de afgelopen vijf jaar. Dus ik woon nu echt. Meega op mijn lievelingslocatie in Rotterdam. In een driekamer appartement. In mijn eentje met mijn hond. Nice, dus ja. op zich heb ik dat heel erg goed voor elkaar. Ik wil ook echt niet terug naar een situatie waar ik weer met huisgenoten woon. Want nee. Ook al is het wel gezellig. Komt dat nu een beetje in geding. Nu je geen vaste. Want het is niet dat je hier natuurlijk vast zit. We werken met nee. freelancers. En, en uh, uh, ja, zoals mijn menig uh, presentator hier voor de, voor, de, voor de camera zo zit. Um, ja, heb je daar zorgen om, om? Om je huis? Of je die eventueel moet opgeven? Of nou, ik te zover ga ik het gewoon niet laten komen, natuurlijk. Uh, kijk, ik heb het geluk dat ik uiteindelijk heb ik wel gewoon tien jaar ervaring in de games Ik heb gewoon heel veel verschillende dingen gedaan. Dus ja. ik denk dat als ik. Uh, Ga solliciteren, dan kan ik echt wel weer wat vinden. Dus ik sta daar eigenlijk wel vrij positief in. Ik denk, ja, ik denk echt niet dat het zover komt. Nee, dat, nee dat, dat zou ik nooit laten gebeuren. Nee, precies. Nee. Maar, dus het is meer dat als aller wat je, je wil eigenlijk misschien nu wat meer, wat. wat... Variabele of dynamische opdrachten en wat dan ja. ook doen. Maar als, het, als, het, als dat niet werkt, dan. dan. dan ja, pak dan, het, dan moet ik wel. Dan moet ik gewoon weer de vol vaste Pas en... om baan om dat huis te, te behouden. Ja, om dat huis te behouden. Maar ook gewoon mijn levensstijl. Ik leef <laughs> ongelooflijk boven mijn stand altijd. Want ik hou gewoon van lekker eten, mooie spullen, uh, de zuipen, uitgaan. Dat is precies je stand dan, toch? Of is dat boven? je? Het is niet per se. Nou, boven, is het, nou. Het, het, ik, heb, ik heb nu wel uh, gemerkt, lieve mensen, zet alsjeblieft wat op je spaarrekening. Want het moment dat je dan. Beest je baan kwijtraakt. Ja. Dat, uh... je, je, je spaarrekening was niet zo groot. Nee. Nee, precies. nee. en dat is altijd uitgegeven. En met wat ik verdiende, had ik daar echt wel wat meer op. Ja, ik heb gewoon heel uh, riant geleefd. Laten we het daarop houden. Ja, en, en, en als je dan nu kijkt, als je je huis binnenkomt en in de spiegel, kan, wat, wat zie je daarvan terug? <laughs> Hoe bedoel je? Nou, ik heb hetzelfde. Ik heb, ik heb het anderhalf jaar heb ik heel veel verdiend. En als ik nu terugkijk van wat heb ik daaraan overgehouden. Ja, toevallig ik heb dan wel heel veel gespaard, maar ik heb ook heel Riant geleefd. En van dat riante leven zie je eigenlijk niks terug, behalve de herinneringen van de lol die je had. Of zo. Ja. ja, maar ja, dat, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja, je ja, ziet er dat, niet zoveel in, eens, maar dat is wel. Van... Dat ik me wel eens af te vragen. Is, maar vind je, laten we dat zo zeggen, vind je dat belangrijk? De, de, nou, de... dat vind ik wel belangrijk, ja. Omdat ik. ik be, tijdens het doen van die leuke dingen bouw je wel sociale relaties op met mensen die ik heel belangrijk vind. En dat vind ik belangrijker dan uh, iets moois in mijn huis hebben staan. Of een grote bankrekening, of een huis of een dit. Je hebt een auto en een hond. dat kost natuurlijk geld. Ja, ik heb wel. Ik wilde sinds 2016 de Mazda MX5. En die heb ik wel gekocht voor mezelf. Waarom die auto? Omdat het een fucking mooie auto is. Schattig hè van die koplampjes. Ja, maar dat bedoel ik. Schattig in die koplampjes. En het rijdt gewoon heel erg lekker. Het is gewoon een raceauto, Of in ieder geval sportauto. Is het een convertible? Ja. ja, precies. Dus ja. je kan ook in de zomer kan je de roof eraf. Ja, en ik vind autorijden om. gewoon heel erg leuk. Ik heb natuurlijk mijn rijwijs ook gehaald. In de laatste vijf jaar. In de laatste vijf jaar, dat is er ook nog eens bij. Jeetje, wat ben ik volwassen gekomen, man. Kan je, kan je uh, auto rijden? Ik, kan, ik vind dat ik best wel goed ja? kan auto Ja. Ik, alleen, ik moet zeggen dat één ding is waar ik niet zo goed in ben. En dat is parkeren, omdat ik gewoon heel erg lui ben en altijd zo thuis erin kan rijden. En dan merk ik nu wel dat dat wel iets is wat ik een beetje verleerd ben. Je hoeft het niet maar ik ja, ik heb, nog nooit, ik heb nog nooit, iets aangereden. Ik ben nog nooit aangereden. Ik heb nog geen schade gereden. Dus, uh... zit je relaxed in een auto of zit je altijd een beetje oe, Nee, ik druk. zit heel relaxed in de ja, auto. Okay. Nee, ik ben uh, totaal uh, geen zenuwpees in de auto. Muziek, ja. op. muziek hier op. Nice. op. Nice. De... Podcast. Podcast luister ik veel, veel Nederlandse podcasts tegenwoordig. Ook veel podcasts van influencers. Ik weet niet, dat is een beetje, uh, misschien dezelfde reden waarom mensen dit luisteren, maar het is gewoon een beetje gebrabbel. Wat ik gewoon fijn vind op de achtergrond af en toe. Ja, dat snap ik. Maar ik, 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 ik snap dat van dat soort podcasts nooit zo goed. Omdat, kijk, wij hebben het... In, in dit geval zijn ze geïnteresseerd in jou en de terugkomst en, en, en wat dan ook. En ze zijn ze geïnteresseerd in Game Kings en, en de mening die ze hebben over videogames. Het is ja. ergens nog vrij specifiek. Maar hoe is dat, hoe, hoe is dat voor random influencers? Wat, wat is daar dan? Want dat is niet zo specifiek, toch? Nou, is niet zo specifiek, maar vaak pakken die dan bijvoorbeeld gewoon een bepaald onderwerp of die praten ook gewoon over hun leven. En ik weet niet waarom dat per se interessant voor mij is, maar soms vind Precies. ik dat gewoon interessant. Ja, ja. en natuurlijk, ja, tuurlijk bij GameKings wordt er wel veel over games gepraat. En voor jullie is dat natuurlijk uh, nerd culture. Waar dan, maar daar zit ook heel veel gewoon van wat jullie doen in ja. je leven in. Ja, maar dus het heeft de. de ja, oké, okay, nee, fair enough. Ik, ik snap dat ergens. Maar behalve dat wij komen uit uh, de, dat gelul. Dat, dat, dat is, de, de, wordt opgehangen aan het kapstokje. Videogames of, of wat dan ook. En ja, maar ik moet zeggen het dat. Het kapstokje voor die influencers is die influencer. Ja, klopt. Maar het is ook de interesse van die influencers. Dus je hebt er gewoon een paar die pakken dan elke week een onderwerp. En dat kan echt. Alles zijn uh, ik, ik luister nu uh, Mark Marie en Aaf. Uh, het is yeah. een... <laughs> ja, ik weet ook niet. Leuk. Ik vond hem altijd heel irritant, maar zijn podcast kan ik best wel goed ja. hebben. En dan hebben ze deze week was het onderwerp bruiloft of zo. En dan gaan ze gewoon met z'n tweeën 40 minuten lang lullen over een bruiloft. Wat vind je? <laughs> wordt opeens afgeteld. Um, uh, nu bruiloft ik het even kwijt. De bruiloft. Ja, de bruiloft. ja ik weet niet. Het is gewoon, soms is het gewoon fijn om mensen hun mening over iets te horen of zo. En dat. Ja. Nou ja, okay. ja. Dat, dat, uh, ja, waarom ja. vind je iets interessant? Ik weet het niet. Nou, dat, dat en dat vraag ik zijn me van die lekkere van dat... dingen die gewoon als ik aan het schoonmaken ben of zo, dan zet ik zo'n podcast op. Of als ik inderdaad hier naartoe moet rijden, een uur de meest saaie route die ik ooit heb gereden. Ja? Uh, ja, gewoon een uur alleen maar snelweg. Ja, oké. Okay. Nou ja, en... de snelweg vind ik niet erg, maar die snelweg is toevallig inderdaad die voor is een echt, groot, echt inderdaad heel echt Totelijk saai. Ja. Ja. Maar um, je had het net inderdaad al over die influencers. Ben je daar misschien ook naar gaan luisteren omdat dat met je werk te maken had? Nou, dat denk ik wel. Ik begon natuurlijk bij 2K als social media manager. Ja. En toen is de industrie heel erg veranderd. Uh, waarbij eigenlijk alle campagnes alleen nog maar. Nou, niet alleen nog maar natuurlijk. Heb je gewoon je marketing en je social media. Maar influencers werden wel belangrijker en belangrijker. Dus ik ben me daar wel heel erg in gaan verdiepen. En ik vind het oprecht ook. Um, als ik nu weer iets zou gaan doen. Dan zou het eerder in influencer management zijn dan in social media. Dat ik het wel een hele interessante wereld vind. Um, en ik vind het heel erg leuk. Dan om na te denken over hoe kan ik zo'n influencer die ik vind passen bij ons, uh, bij, bij bijvoorbeeld een 2K-game? Hoe kan ik daar een strategie omheen bedenken? Wat voor content zie ik daar bij vormen? Dus het, ik vind, dat, vind... Is, dat is wat anders dan social media management. Ja. Wat was je taak en hoe is die dan veranderd? Nou, het was in, in het begin was het eigenlijk gewoon, want toen ik begon ook als junior, dus toen was het heel erg uh, ja community en social media management, dus gewoon nou dingen posten om je kanalen levend te houden. Je zou het niet verwachten, maar dat is wat ik deed. Ja, dat is wat je moet. Dat, uh, dat klinkt het heel cool van... Oh, ik ben social media manager, want yeah. je, je je post een plaatje. Ja, nee, dat was eigenlijk nog simpeler, want het was ook gewoon heel vaak gewoon shit vertalen natuurlijk. Ja. Dus het Amerikaanse account post wat en ik had daar ook wel creatieve vrijheid in dat ik bepaalde dingen kon posten. maar heel veel dingen moeten ook langs approval en zo, dus dat kost heel veel tijd. Um, en daarnaast dus ook community management, dus ik organiseerde wel eens kleine eventjes, dat soort dingen en gewoon ja interactie met je community. Ja. en toen dat influencer manage management is erbij gekomen, en dat was gewoon heel strategisch voor elke game van tevoren bedenken. Ja, gewoon plannen schrijven. Ja, dus, dus je hebt een game en dan heb je zoiets van hier okay, heb je een bepaald budget aan. Ja, en die, die en die personen wil ik. Ja, er komt dit er is gewoon een strategie doen. vanuit Global en dan kan ik, kon ik daar de Benelux-strategie op schrijven. Ja, ja. En, en dus ook kiezen welke content je door wie je wilde maken ja. en wat dan ook. Ja, dat is en, en dat is wat aan het eind vooral je taak was. Ja, dat was wel de voornaamste taak, ja. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe zag een, een werkdag eruit er, er op kantoor? Uh, en, en op een gegeven moment niet op kantoor? Ja, op kantoor is het natuurlijk heel anders. Want dan heb je ook veel meer dat je gewoon even met je collega's gaat. Ik merk, thuis krijg je vaak veel meer gedaan, omdat je niet de hele tijd met iedereen aan het lullen bent tussendoor. Maar het is wel misschien meer boring. Het is super boring. Ja, ja. nee, ik was ook echt ben heel erg lang pro thuiswerken geweest. En ik ben nog steeds pro thuiswerken. Ik wil ook zeker niet terug naar. Vijf dagen per week op een kantoor zitten, maar het is wel even lekker om af en toe gewoon iemand te hebben om tegenaan te lullen. Ja, dan staan ze bij de koffieautomaat en is het gewoon bullshit verhaal. Ja, nou het liefst een bullshit verhaal, want ik ben Precies. al de hele tijd bezig met werk. Ja, dus ja, maar dan... een dag op kantoor. Ja, vroeger. een dag op kantoor. Nou, daar kwam je lekker aan op kantoor. Ging het, ja, het was... geen koffie? Nee, geen koffie. Theetje? Nou, het, ik, eerste half jaar bij Toekeet okay heb ik nog bijna nagedacht om te stoppen. Um, want we zaten in Breda-Prinsenbeek. En ik weet niet of je dat kent, maar dat is een, 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 een verschrikkelijk gehucht. Uh, en er we zaten wel in een soort van oude. Oh, dit, dit gaat trouwens een beetje. Um, te diep. Nou, niet te diep, oh. maar misschien een beetje uh, privileged klinken. Oh, het ik niet gaan zeggen. Yeah. Maar we zaten er op zo'n industrieterrein. En dat kantoor, de office was er niks bij, zeg maar. Gewoon, het straalde zo ongelooflijk veel. En lende 9 tot 5 baan uit, dat trok ah, okay. ik echt heel erg slecht. De, 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 de surrounding, of ja, ook een beetje nee, echt, op, op het kantoor. Nee, echt. Ja, Ik hou gewoon van mooie dingen omheen. Me nee, de mensen waren gewoon hartstikke lief en gezellig. Daar ja. was niks mis mee. Maar het was gewoon, dat kantoor straalde zoveel ellende uit. je hebt In de Sims heb je van die mensen die op een gegeven moment. heb je ook zo'n dingetje dat je bar naar beneden gaat omdat het om je heen niet mooi genoeg is. Ja, 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 ja dat, dat kreeg je. ik daar. dus heel <laughs> Toen godzijdank, een half jaar later zijn we uit dat kantoor verhuisd. Want anders had ik het waarschijnlijk niet vijf jaar volgehouden. Wat vet, door de plek waarop je zat. Ja, belangrijk, dus een mooi kantoor. En niet dat we bij nou, games mooie kantoren niet, hebben. Uh, maar je het hebt niet dat levenloze 95. Nee, het is heel office, erg dat levenslo levensloze cubicles. grijze cubicle met TL-verlichting boven mijn hoofd. Ik heb echt geleerd dat dat, dat trek ik gewoon niet. Ja, smart, ja. Ja, dus uh, nou ja, toen uiteindelijk naar een ander kantoor gaan. Ja, en dan was het begin van de dag. Het ligt er natuurlijk heel erg aan. zitten zitten er nieuwe games aan te komen. Dan was ik vooral heel erg bezig met plannen schrijven. Meetings over de plannen, plannen presenteren. Uh, ja. Dat vond ik in het begin trouwens heel erg spannend, want het moest allemaal in het Engels voor ja. echt 50 mensen. Dus dat was echt Is dat uh, lukt dat tegenwoordig? Want ik heb jou als ik denk heb, ik wel erg goed vast zien lopen. Ik heb wel eens goed gechoakt op Engels. Ja, ja. ja, ja daar, daar lig ik nog steeds wel eens wakker van. Op uh, een ja. <laughs> gegeven moment inderdaad echt van. Wat ja, doe ik hier? Ja nee, nee, ja, nee, tegenwoordig ga jij ja, alles wat ik deed was in het Engels. Dus ik heb daar nu niet meer zoveel sure. moeite mee. Maar ja, dat, dat heeft me wel in het begin veel, veel stress opgeleverd ook. Ja. Nou ja, wat de, wat doe je op een dag? Ja, gewoon mijn werk. <laughs> het, niet ja. het is natuurlijk elke dag ook een beetje anders, weet je wel. Uh, ben ik bezig met influencers om contracten op te stellen, want we alles moet natuurlijk heel. Ja. Goed vastgelegd. Ja, soms werk je met best wel grote budgetten. Dus het moet wel allemaal kloppen. En dat je zeker weet dat mensen ook die content gaan maken. Ja. Um, dus dan ben je voor, bijvoorbeeld ook veel met legal bezig. Nou, dat kost gewoon allemaal heel veel tijd. Ja, maar dat is echt een, een, een office dag op de office. Ja. Maar je deed natuurlijk ook wel eens uh, events. Ja. Uh, ja, dat is je ding. Nou, ik heb gewoon heel veel leuke tripjes mogen maken. Ja. Meer dan bij Game Kings, denk ik, uiteindelijk alles ja, bij tuurlijk. elkaar. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk nog, nog meer je werk. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat dan om dat van een, van een andere kant te zien? Uh, dat je dus mensen meeneemt in plaats van dat wij altijd meegenomen worden? Nou. Het verschil tussen 2K en GameKing is natuurlijk wel heel erg dat ik heb de GameKing strips gedaan. En bij 2K is alles wel echt extreem goed geregeld. Dus waar het hier misschien een beetje houtje touwtje is, je hebt weinig budget. Als ze het zelf regelen. Ja, precies. Ja, maar, ik maar ik ben, ben van... nooit met een uitgever mee geweest voor GameKing, volgens nee? mij. Nee, ik ben alleen gewoon op de, op de GameKing strips geweest. Ah, Oké. Okay. Ja. Maar jij regelde soms wel eens de GameKing strips, denk ik. Ja. Maar ook de 2K trips. Ja, alleen ja, regelde ik echt de 2k trips. Nou, het was eigenlijk meer dat ik gewoon de mensen uitnodigde die ik in dat geval mee wilde nemen. Dus dat waren dan vaak influencers. Maar dat evenement zelf, dat was gewoon al geregeld. Vooral een evenement in, in Amerika of zo. Ja, daar probeer ik. Tickets niks aan te doen, ja, dus alleen oh, maar tickets boeken, ja, daarom, ja. Um, een hotel uitzoeken, Hetzelfde als bij Gamekings, toch? Dat is ja. ja, alleen tickets, dan met hotel. veel meer budget. Ja, <laughs> ja. ja hoe, hoe, want, hoe werkt dat? Maakt dat echt niet uit? Krijg je nee, tuurlijk, je limits. hebt gewoon nee. Je hebt gewoon een bepaald budget, dus nou ja, er is één... Algeheel marketingbudget en binnen dat budget heb je weer allemaal verschillende. In een jaar van een bedrijf, van een game. Van een game. Van een per game. specifieke game. Per land, per of per region. Ja, per region, territories noemden we dat dan. Yeah. En dan heb je gewoon één pot en nou ja vaak de marketing manager of de product manager die verdeelt dat dan dus weer over verschillende disciplines. Dus je hebt Peer, je hebt uh, nou je hebt, retail, je hebt Trade, nou ja, al die dingen en dan krijg je. Wat gewoon... is Trade? Uh, ja, dat is het. De, de mensen van sales die zorgen dat, uh, dat de game ook in de winkels komt te liggen. Ja, precies. Daar heb je ook budget ja. voor nodig. Ja, dus uiteindelijk is er een budget voor een game en daar weet ik veel de busabri die je, die je daar geprint dat is een gedeelte marketingbudget ja. uh, wat dus naar marketing is gegaan er is een gedeelte naar PR gegaan en, en daarin. Ja. En, en dat wordt dus dan ook weer verdeeld over verschillende fases. Dus je hebt pre-launch bijvoorbeeld. Oké, okay, hoeveel van het budget gaan we daarin zetten? Ja. Nou, dan heb je launch. Nou, dat is in de meeste gevallen ga je daar gewoon uh, het meest uitgeven. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bij sommige games weet je dat ze het heel goed doen rondom de kerstperiode want het is gewoon uh, een kerstgame of je wil dat het als cadeautje wordt gegeven ja. dus soms heb je ook wel eens dat daar dan weer heel veel budget ligt Z zonder dat je dat het überhaupt over budget hoeft te hebben ik heb ook wel eens voor dat soort grote bedrijven gedaan dus dat is wel even een soort van oh is dat het budget toch was dat is dat was of of vond je dat wel meevallen juist ik heb de grootste campagne die ik heb gedaan uh, was voor Borderlands 3. En dat was wel echt heel erg veel geld. Toch? Dat vond ik ja. ook heel, heel stressvol bijna. Omdat ik dacht van oké, okay, dit moet ik nu uitgeven. Als ja. dit faalt, dan heb ik echt zo ja. veel geld uitgegeven. Ja. Maar als je dat dan weer uh, naast budgetten van Amerika legt, dan is het echt ja, zo'n klein beetje. Ja, natuurlijk. Maar voor, dat vond je dus niet per se ja, voor Borderlands dan veel, maar voor andere games had je dus voor wel. Nee, ja, dat, nee het valt, soms valt het ook wel echt mee. Ik heb ook wel echt met titels gewerkt waar ik gewoon vrij weinig. Ja, uh, is dat verschil groot? Ja, dat verschilt wel. Heel, voor sommige titels, omdat het gewoon in de Benelux niet groot genoeg is, krijg je misschien weer helemaal geen geld. Dus het verschilt gewoon heel erg. Wie, 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 laat, wie beslist dat? Van welke game in de Benelux wel of geen veel iemand centjes krijgt? Die vele stappen hoger zit. Ja, dat ik. weet je niet precies ja, wie dat is. Uh... Ik weet niet precies wie dat. Uh, wie, ja. Iemand ergens. Maar die, gewoon, op... die weet gewoon: oké, okay, dit, dit soort games scoren niet goed in de benelux, dus hoeven ze niet veel geld te hebben. Ja, daar zitten vast heel veel mensen achter die dat allemaal bepalen. Ja, dat heb je ja. nooit uh, nooit meegekregen. Nee. Alright. Um, en en maar zo'n zo tripje dus. Dat was dat was dat, was, was dat een van de hoogtepunten? Nou, dat was wel heel erg leuk en dat was ook uh, wat ook wel weer jammer was aan corona is dat dat is toen heel erg weggevallen. Dus dat maakt het werk ook wel wat minder leuk. Maar je merkt ook na corona dat events en zo gewoon veel minder belangrijk waren. Omdat, ja, game-uitgevers die merkten gewoon van... Ja, zo'n event is gewoon heel erg duur. Ja. En ik kan het nu ook lekker online doen. En schijnbaar behaal ik dan of nog zelfs betere resultaten. Ja, is dat zo? Was dat zo? Is dat nog steeds zo? Nou, ik weet niet of het per... Tegenwoordig wordt gewoon alles heel veel met cijfertjes gedaan. En ik denk dat een old school, bijvoorbeeld een E3, misschien kan je niet helemaal uh, meten. Want alles gaat dan via um, return of investment. Dus wat krijgen we ervoor terug? Wat ja. zijn de KPI's? Uh, hoeveel mensen moeten er langskomen? Het is allemaal gewoon heel erg ja, op de statistisch, nummers. De statistisch. Ik denk, ja. En ik snap dat heel erg. Maar ik heb heel erg het idee dat dat ook. Soms doe je iets op gevoel, toch? En dan heb je gewoon het idee dat iets werkt, ja of nee. Ja, dat, en dan... en dat, dat kan je in principe ook best uitleggen, denk ik. Alleen kan je dat niet uitleggen. Drie stapjes omhoog naar de CFO. Weet je, kan naar je bla, wel bla, bla, vergeten. Bla. Ja, We die kunnen... moeten cijfertjes zien. Ja, en dat merk je dus ook heel erg met PR, denk ik tegenwoordig. Dat gewoon er geen één uitgever, die heeft bijna meer lokale PR. Omdat ze gewoon denken van, nou ja... Nou, er zijn is... er een paar die bijvoorbeeld Play On. Dat is een, uh, ja, die een partij dat, die... die doen dat echt nog op de ouderwetse manier. Maar die manier. doen dat denk ik bewust. Omdat ja. ze... Daarop de ene of andere manier toch het voelt als en het voelde altijd al speciaal om mee te worden genomen. Het blijft iets, iets vreemd, iets grappigs. Dus dat je dat je als pers of media wordt meegenomen uh, op een trip, dus altijd vet, maar helemaal nu bijna niemand het meer doet, is het nog specialer als er partijen zijn die, die het doen. Ja, ja, en het creëert toch een soort van band. En als ja. jij gewoon een goede verhouding hebt met een pr-manager, dan heb jij ook meer de behoefte om daar misschien een extra item voor te doen. Of... Ja. Ja, bijvoorbeeld. En het is niet per se dus dan dat, dat je, dat je dat de mening gekocht wordt. Maar als je een goed, goed onderhouden relaat, businessrelatie ja. hebt, dan, dan is dat bijna altijd ergens een keer wel beneficial. Toch? Klopt. Ja, daarvoor heb je PR. Dat is, ja, nou, dat ik is vind vind inderdaad het, ja. je werk. inderdaad. Ja. En, en dan is het dus ergens vervelend dat je altijd alles maar moet kwantificeren met nummertjes. Ja, nou ja, ja. En dat werd gewoon steeds erger. En ja, ik hou daar gewoon niet zo van. En ik snap ook heel erg waarom het moet. En waarom je natuurlijk wil je van tevoren een soort van bepaalde. Uh, doelen vaststellen Tuurlijk, en wil ja. je weten van oké, okay, als ik hier X bedrag in steek, dan wil ik er wel minstens zoveel views voor terug. Maar ook dat vind ik lastig. Want bijvoorbeeld op Twitch, je kan met iemand samenwerken die, weet ik, veel uh, 15.000 gelijktijdige kijkers heeft. Maar omdat het zo breed is, heeft die persoon niet misschien de connectie met zijn community die een Game Kings wel heeft, omdat het gewoon kleiner is, dus makkelijker te onderhouden. Ja. Dus en onze, onze doelgroep is wat ouder, dus die heeft misschien wat meer centjes te besteden. En als het iemand is met 15.000 kijkers en er zit alleen maar 14-jarigen, ja, die kunnen niet om de drie maanden. Die een game gaan kopen. echt niet je game kopen, of nee. die moeten dan hun ouders gaan aankijken. En die denken ook van ja, zoek het lekker uit. Ja, uh, ergens is het heel, zou het heel lijp zijn als je soort van bij je, je, je de als er een gamer een. Uh, koop, een game koopt, dat je erbij zet wie je voornaamste uh, ja, je influencer brood... is. Van, nou, wie wie... Je wie, door wie je geïnfluenced ja. bent. Ik denk namelijk dan, dan zal je zien dat 15.000 gelijktijdige kijkers ineens op van... Ja, maar dat zou je ook best wel natuurlijk met uh, gewoon service en zo wel kunnen achterhalen. Ja ja met surveys inderdaad ja. dan moet je dat, dan is dat een soort van een, ik doe dat nooit als ik een mail krijg van hey wil je een vraag beantwoorden heb ik zoiets van ja maar wat krijg ik ervoor terug nee Lekker, en ik op, vraag op. me dus ook heel erg af van wie zijn die mensen nou eigenlijk ja. want ik heb ook wel waar... wie heeft er de tijd om een survey in te ja en, die dan dat spelen, ook en, en dan zijn dat hele specifieke doelgroepen dan zeggen ja. waar haal je deze mensen vandaan ja. <laughs> ja. vooral als het ook jongere doelgroepen zijn Dat vind ik dan al helemaal vreemd. van heeft deze persoon zich dan ooit ergens voor ingeschreven dat. hoe kom jij bij een twaalfjarig kind ja precies uh, heb, heb, waarom neemt die de tijd om dit Doe maar, stel ja. dan dat je bij elke verkoop dat je eventjes soort van oké, okay, je krijgt 1% korting als je nu hier in de drop-down-minuutje even uh, invult door wie je bent geïnfluenced om deze game te ja. kopen of door wie je überhaupt deze game kent. Nou, ik denk dat menig uh, nou, ik menig denk dat wij dan uitgeving... in deze heel ja. erg gaan scoren uh, en en niet per se, dus qua nummers, nou gaan service maken. Ja, ja, ik zit er... wat en daar ben ik wel benieuwd naar daar daar, daar hebben we denk ik ook met jou in de laatste vijf jaar wel eens gesprek over. En dat gesprek hebben we vaker ook met andere uitgevers. Wat is het verschil tussen. Tussen media en influencers. Want jij werkte met een influencer budget, volgens mij. Ja. En niet met het media budget. Nee, dat was Dennis. Die had dan zijn eigen PR budget. En uiteindelijk toen Dennis naar Global ging, had ik dat dan een beetje in handen. Ja, maar dus dat is het, het, het media is wat is een andere. Ja, dat wordt dak. wel echt als verschillende dingen gezien. Ja. Ik vind het lastig, want ik zie het dus wel heel erg als iets wat een beetje hetzelfde is. Het ligt natuurlijk hier. Je hebt gewoon ouderwetse media die schrijft een artikel in een krant. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld in Game Kings, dat dat kan je in zijn heel ook een influencer platform. Ja, dat is wat doen, wij, wat... waar we altijd we proberen te lobbyen. Alleen dan hebben we altijd uitgevers. Ja, maar dat krijg ik niet voor elkaar, want jullie zijn een bedrijf en niet. Maar toen een ik jullie person. meenam op trip, heb ik dat dus ook moeten verkopen als influencers. Want jullie hebben ook gewoon een Twitch kanaal. Jullie hebben ja. allemaal je eigen social media platformen. Ja. En dat is genoeg om een influencer te zijn. Maar omdat het al zo lang bestaat, en vooral dan in Nederland, dan. Ja, mensen weten gewoon: Oké, okay, GameKings, dat valt onder ouderwetse. Ja, nou, maar mensen denken. Of, of, of wat dan ook. Maar ja. ik denk dat we tegenwoordig veel meer eigenlijk een. Alleen we zijn een, een groter, georganiseerder soort van. Influencer. Ja, maar influencers hebben dat tegenwoordig ook. Ik bedoel, ja. de echt grote influencers hebben ook gewoon allemaal. Editors kantoor en... en editors en mensen onder zich werken. Maar dat is. En dat is ook. Iets waar ik met Boris over ga praten, natuurlijk: van hoe kunnen we misschien wel ook Game Kings weer wat ja. meer op die manier uh, op de markt brengen? Want dat het is wel gewoon ja, in toch. Mijn kijk, ogen als je naar een krant dat is ouderwetse media, vroeger hadden wij tv, is ook ouderwets, je bestaan al 20 jaar, twintig plus jaar, dus dat is misschien ouderwets. Maar kijk, een krant. Is een platform. En er staat wel bij wie het geschreven heeft. Maar niemand gaat soort van kijken in die krant om wie dat stukje geschreven heeft. Nee, er staat toevallig een stukje in over een game. Dus ja. cool, uh, bij ons gaat het ook heel erg om ons: om het platform. Uh, en dus zijn we ergens influencers. Alleen. We krijgen namelijk vaker dingen van, ja, nee, sorry, we hebben geen mediabudget. En dan zeggen we van, neem je ons mee, of dan, dan betaal je ons, of dan doen we een dealtje uit jullie ja. influencerbudget. Ja, en dan en van, nee, moet... jullie zijn toch geen influencers? Ja, maar dat Wij moet zelf... je dus toch wel een beetje gaan aantonen. En ik ja. denk dat je dat ook echt wel kan. Maar ja, dan moet je dus. De cijfertjes op papier gaan zetten en ja. ik denk jezelf ook opnieuw presenteren ja. gewoon naar die partijen gaan en uh, opnieuw laten zeg, zien Zeggen we zijn influencers game. ja we hebben wel <laughs> Jelle allemaal kunst grijs haar heeft zijn eigen TikTok <laughs> ja. nee maar we zijn, we zijn een groep influencers met grijze haar maar we zijn het wel ja, ja. anyways dat is uh, inderdaad een, een ding um, en eventueel dan nog een dagje uh, op op gewoon thuis is eigenlijk hetzelfde als op kantoor uh, ja, maar dan, dus ja dat is alleen wat dat is gewoon... met wat minder afleiding, ja. dus daar ben je ja. En, en, en als je dan uh, out and about bent, wat is dan je, je rol als je op een trip bent of, of gewoon weet ik veel. Had als je, als je, als je, als je events waar je een soort van een beetje moest lobbyen of wat dan ook? Ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, E3 en Gamescom, daar ga ik dan heen en dan, nou, dan ben ik degene die de influencers uitnodigt op onze stand. Dus dat hebben we voor Borderlands gedaan, uh, zowel E3 als Gamescom. Volgens mij ja, was Borderlands 3. Ja. Uh, inderdaad. En daar lopen ook bijvoorbeeld weer heel veel influencer-managers rond. Dus daar wil je dan ook weer mee in contact komen. Dus daar ben je gewoon heel veel afspraken aan doen. Uh, wat ik daar ook veel moest doen. Het was echt verschrikkelijk saai. Maar dan, ja, die influencers die gingen dan streamen vanaf onze stand. Maar je mo daar moest iemand bij zitten om te kijken dat er niet per ongeluk iets werd aangeklikt wat niet aangeklikt mocht. Ja, ja, ja. Dus ja, ik zat soms dat ik het ook gewoon vijf uur achter elkaar in zijn hok uh, ja. te kijken of dat allemaal wel goed ging. Ja. Uh, ja, dus dat hoort er ook een beetje bij. Ja, de leukste trips zijn gewoon echt de trips wanneer je bijvoorbeeld voor een release. Ik ben een keer naar New York gegaan met uh, Simon Zeilemans en uh, JJ Boske. En nou ja, dat was een super toffe locatie. Maar de kregen we opeens een privé optreden van Travis Scott. Nou ja, dat kan je gewoon bijna niet voorstellen nu, want die, die guy die is gigantisch. Dat gebeurt nog steeds, dus dat soort dingen. Dat was nou, Duque, dit was, uh... was pre-corona. Dit was misschien ah, ja. het laatste ja. grote evenement voor, uh, voor corona. Ja, ja. Voor, van Too ja, ja, zeker. Precies. Ja. ja, maar ja. dat, 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 dat hoe, voor hoeveel mensen was dat? Uh, ja, geen idee. Ik denk dat er... Uh... 200 mensen of zo voor uitgenodigd waren. Ja, ja, bizar. Dat 250 dat misschien iets meer. Ja, dat was ja. heel sick. Ja, dat waren gewoon van die ouderwetse trips. En nou, de laatste die ik heb gedaan was dan ook weer naar LA. Ik ben heel vaak in LA geweest inmiddels. Volgens mij dat ben gebeurt. ik er nu zeven keer geweest. Er heel ja. veel bedrijven natuurlijk. Ja, uh, en daar hadden we dan een NBA 2K community event. En dat was wel erg tof, want dat focussen dus ook meer. Um, om het meenemen van kleinere influencers. Heel veel draait het om, oké, okay, we willen veel grote namen en veel nummers. Maar dit waren echt fans van de game. Ja. Uh, dus dat vond ik ook wel heel erg tof. Skate the Great. Oh nee, jij bedoelde ik eigenlijk. Maar die wilden natuurlijk niet naar LA. Nee, dit was dat was Parijs. Ja, precies. Ja. Jij ja. heeft zoiets van, ik ga niet twaalf uur in een vliegtuig zitten. Nee, jij zei ook wel, uh, ik wil alleen mee naar Parijs als we met de trein gaan. Oh echt? Ja, ja. Nee, precies. Ja, dat is super grappig. Ja. Wat uh, waren nog meer plus- en minpunten van, uh, van uh, werken bij een groot uh, bedrijf? Um, nou ja, het is gewoon allemaal heel erg goed geregeld. Uh, en ik vond ergens ook de, de corporateness ervan. Ik, ik heb er een hekel aan, maar ik kan het ook wel waarderen of zo. Het, het loopt gewoon allemaal lekker. Over alles is nagedacht. Maar alles gaat wel heel traag, toch? Nou, dat viel. Ik vond het dus altijd wel meevallen, want ik heb altijd heel veel vrijheid gehad in de dingen die ik deed. En nou ja, dan presenteer je dus een plan met de ideeën die je hebt. En dat moet dan nou, door één of twee approval rondes. Maar. Eigenlijk heb ik nooit heel erg veel. Um, maar hoe lang duurde dat dan? Die, 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 stel, je had een plan ingediend. voordat er een echt een ok akkoord op ja, was. Ja, daar gaat dan wel een maand overheen of zo. <laughs> ja. Dat bedoel ik. Dat is niet <laughs> ja. snel. Kijk, je hebt natuurlijk je hebt die tijd. Dus je, ne je neemt dat. Maar ja, maar je is... begint natuurlijk al vroeg met het plan. Ja. plannen. Doe dus dan... je dan heel veel dingen gelijktijdig? Zijn er dan heel veel dingen die naast elkaar gebeuren? Ja, nou ja, soms heb je natuurlijk gewoon meerdere games die in een jaar uitkomen. Dus dan ben je voor de ene ben je het eerste plan aan het schrijven. De andere, die heb je is bijvoorbeeld net approved en daar ga je beginnen met het uitvoeren van de campagne, de mensen benaderen die je wil benaderen, mensen onder NDA krijgen. Uh, ja, als ik grotere campagnes deed, dan ging ik ook naar influencer agencies bijvoorbeeld voor hulp, want ik kan dat natuurlijk ja, dat kan je gewoon niet allemaal in je eentje doen. Nee. Um, dus ja, ja, het loopt wel allemaal door elkaar. Maar dat... ik heb ook wel jaren gehad dat het gewoon best wel rustig was hoor. Ja. ja en dan het was dat vind ik ook, dus zoiets. Ik geloof gewoon niet in een acht uur durende werkdag. Ik denk gewoon, tuurlijk, af en toe heb je weken dat je echt elke dag zo teringveel moet werken. Maar met kantoorbanen en ik weet dat er heel veel ander werk is waar dat wel echt het geval is, heb je soms gewoon geen flikker te doen. Nee. Ja. Nee. En, maar wat zou dan de oplossing zijn? Nou ja, gewoon meer vertrouwen op je medewerkers dat ze hun werk goed doen en zelf kunnen indelen wanneer ze dat doen. Ja. Dus als jij uh, hetzelfde werk kan doen in vier dagen per week, ja, dan is dat toch ook prima? Ja, of dus als je een keer een dag niks te doen hebt, dat die, gewoon, dat die persoon gewoon lekker naar het terrasje gaat en gaat ja, zitten drinken. Gun, gun je mensen wat? Ja, nee, ja. Mee, mee, mee eens. Hoe, hoe, hoe is het met het? Is het niet ook een beetje. Dat het nu wat minder gaat met OK. Omdat wat, wat vroeger zagen we grote stands of veel games. Wat brengen ze nu uit? Nou, de laatste, is even rustig, toch? Na nou, de laatste games die we. De grote games die we hebben gedaan, was natuurlijk Marvel's Midnight Suns. Ja. Um, en, nou, dan en, en dan heb je de, de, de NBA. Ja, NBA nou WWE. En ja, voor de rest is het dan een, een rustige periode. Toch? Dus dat ja. is natuurlijk ook wel een reden dat je dan even minder mensen nodig hebt, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook helemaal. Niet zo gek. Nee. Ja. nee het is en NBA, een beetje... dat loopt gewoon altijd als een trein. Natuurlijk, dat is gewoon. De ja, job, gewoon ja. een yearly of, of wat dan ook. Maar dus dat, 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 dat telt bijna niet, zeg maar. De Marvels Midnight Suns is natuurlijk inderdaad echt een, een apart ding. Maar er zijn ja. natuurlijk, uh, uh, als je weet ik van een paar jaar terug gaat kijken, of rondom weet ik van Mafia, of als ik een keer op een Games kom, of, of een E3 was, dan stonden daar gewoon zes, zeven games die in een jaar uitkwamen. Ja, maar nou, ik heb ook wel, ik heb wel meerdere jaren meegemaakt waar dat waar we niet zulke hele grote titels hadden. Dus ik denk hmm. dat dat misschien viel dat dan wat meer op of zo. Dat ze ja, of het is gewoon minder geworden de laatste paar jaar. Dat kan natuurlijk ja. ook, toch? Ja. Is het, is, was het bedrijf veranderd in, in, in de vijf jaar dat je er werkte? Ja, wel. Ja, ik heb wel um, verschillende soorten reorganisaties meegemaakt. Ja. Dus dan werd iets op een bepaalde manier gedaan... en dan kwam er weer iemand anders en die zag dat weer anders. Nou ja, dat, dat gebeurt gewoon bij dit soort bedrijven ook... omdat het gewoon best wel snel is gegroeid... Um, ja. En jij kwam daar in, in de groei, of eigenlijk misschien zelfs aan het eind van de groei ofzo? Nou ja, het is gewoon: toen ik daar kwam, toen zaten we volgens mij vier mensen voor de Benelux. Nou, uiteindelijk zijn we met z'n vijven geëindigd. Toen is dat weer helemaal teruggedaald naar nul. ik als enige nul. in de ja. Benelux. Nu nul mensen in de Benelux. Ja. Um, dus ja, ik heb wel gezien hoe het is gegroeid en hoe het ook heel snel is gekrompen. Ja. Uh, en dat komt gewoon omdat er dan weer iemand anders is die heeft een ander idee over hoe marketing gedaan moet worden. Over wat je wel en niet nodig hebt. Of je wel en of niet die territories nodig hebt. Of lokale mensen. Ja. Um, het, en het kan, het kan, kan zomaar zijn dat ze misschien over drie jaar wel weer denken. Ja, toch, toch wel weer die mensen nodig. Ja, want het is natuurlijk ook weer een proefballon. Wat, wat zij niet uh, heel veel andere bedrijven die doen dit al heel lang op deze nou, manier. Ik, vind het, ik ben heel erg benieuwd. Want bijna elk groot techbedrijf doet het nu zo. Ik zag ook dat Twitch die van de 2500 mensen ontslaan, zo ongeveer. Ja, wat was het meer dan de helft of zo. Dus het is ja. ook wel interessant om te zien van, oké, okay, zijn die mensen dan echt niet nodig? Zijn we allemaal gewoon niet nodig en kan zo'n bedrijf nog prima runnen met? Nou, het rare is dus dat, dat mensen die die nu um, vroeger Kijk, jij, jij had, uh, ja, er was een Duitse territory, er was een Benelux territory, de, de UK territory. Ja. En die, die werden allemaal aangestuurd door één iemand. Of door een team, of door gewoon de regional manager. Ja, precies. Ja, ja, die persoon die praat nu met PR-bedrijven in plaats van met interne PR-mensen van 2K. Ja. Dus die, er zijn in, in Nederland een, een, een partij of drie die dit soort dingen doen voor grote gamepartijen. Alleen dus niet vanuit... Uh, onder, ja noem maar dat, die hebben gewoon, ja, en dat het het is gewoon een natuurlijk, agencies. Ja en je kan die agencies die kan je gewoon op, op dus bijna een soort van freelance basis kan je die aannemen. Ja, dus wanneer is, je ze nodig het. hebt, dan ja. zet je ze in en wanneer je ze niet nodig hebt, ja, dan heb je ze gewoon even niet nodig. Dat is het. En met mensen in vaste dienst ja. Dus wij hebben nog steeds wel. We, we praten dus niet meer direct met 2K. Maar we praten straks met een, PR, een Nederlands PR-bureau. Dat werkt voor 2K. Het dus zal vast wel een contact zijn. Waar je dan weer ja. terecht. En het is voor ons vervelend om dat soort van. Is dan is dat waarschijnlijk uh, een, 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 een dame van onder de 25, soms wel eens. Ja. Uh, onder, onder de 30. Nou, je moet maar GameKings. Ja, heel je... veel mensen kennen GameKings niet meer. Uh, dus dan hebben ze iets van. Ja, wie zijn jullie, oude, oude grijze vakkers? Weet je, jullie zijn geen influencers. Ja, maar, maar daarom dat. denk ik dat het dus ook voor gamekings belangrijk is om jezelf wel gewoon te laten zien nog steeds en gewoon inderdaad jezelf opnieuw te introduceren ja. aan de mensen die het misschien niet helemaal begrijpen of moet ja. jij gaan doen ja, moet ja. Gaan doen. ja, dat dan, moet ik uh, gewoon gaan ja, doen, precies. inderdaad. Ja, ik, ik, ik geloof er heel erg in. Maar ik, uh, iedereen hier, behalve dat niemand hier de tijd heeft. En we zijn maar gewoon die oude witte guys of zo. Dus dat, dat ja, hebben we gewoon. Ik tegen ben een ons. oude witte girl. Nee, inmiddels. niet oud. Je bent wel een witte <laughs> girl. Maar je bent dus, het enige is dan wit. En dat is dan het, het, wat, <laughs> ja. het enige. Ik ben niet divers genoeg. <laughs> nou nee, ja, wel, want je bent een jonge vrouw. Dus dan, ja. dan krijg je dat zijn al twee dingetjes die, die wij voor hebben dan, of die je voor hebt op ons. Um, ook een grappige vraag. Hoe ervaar je vroeger, je bent best kritisch op games, um, maar nu stond je aan de andere kant. Dus waren er mensen kritisch op het product waar jij voor werkte. Ja. Hoe voelt dat? best wel pijnlijk ja, hè? ja het is niet eens jouw game nee die je daar maar, maakt, maar... Ik, ik, echt, ik heb echt een hele leuke tijd gehad bij touke en ik heb me ook ik, ik ben sowieso heel loyaal als ik ergens werk dan ga ik daar helemaal voor ik heb zelfs toen ik weg bij was bij Gamekicks, ik heb altijd een soort van loyaliteit ja, aan gamekingsgevoel ja bedoelig. precies ja. en dat hebben zou ik ook denk ik voor eeuwig wel bij touke uh, het is kut hoe het is nu gelo hoe het is gelopen maar het is gewoon een groot Amerikaans ja. bedrijf en ja, is, het is gewoon niet iets persoonlijks het nee, is gewoon hoe die shit werkt ja uh, En ik ja, ik vond onze games echt heel mooi. Ik heb het altijd leuk. Natuurlijk zitten er ook games. Dus het die ik zelf minder interessant vind. Ja, uh, maar hoe is dat als er, als er een pers iemand van de pers of een partij als Game King zegt van nee, dat is echt een neppe fucking game. Nou, dan denk ik wel van nou, hou jij eens <laughs> heel snel back. Ik ben het hier niet mee eens. <laughs> maar ja, wat ja. is een mening tegen een mening? Ga je dan ze opbellen van hé, hey, wat de fuck heb je nou gezegd? Nou, dat was sowieso niet echt mijn taak. Dat was dan misschien meer Dennis, omdat hij echt direct met media werkte. En ik denk hij zou nooit. Je gaat niet bellen omdat je het niet eens bent met de mening, maar je kan wel bellen wanneer er gewoon totaal oncorrecte informatie uh, wordt genoemd. Want dat hebben we ik ook wel vaak zien gebeuren: dat je dan dat er iets wordt uitgestuurd, of dat iemand iets reviewt, of dat je gewoon merkt dat iemand een game niet goed heeft gespeeld. Dat is wel heel frustrerend, ja. ja dat je denkt van ja. Uh, het is nu overduidelijk dat je misschien een half uur de, de intro hebt gespeeld en daarna niks meer hebt aangeraakt. Ja. Dus dat, ja, dat... Uh... Dat, dat is knarst. Dat knarst, ja. ja. En dan, Maar dan zelfs dus wanneer, wanneer er iets gebeurt over een game die jij niet eens gemaakt hebt, maar wel voor het bedrijf, dan doet het, dan doet het nog steeds pijn. Dan is het pijn. En dan werk ja. je voor een bedrijf er met er duizenden mensen. Precies, maar je bent er gewoon vijf dagen per week mee bezig en jouw hele hoofd staat ingesteld op die game en je vindt het gewoon tof. Ja. Uh, je, je, je denkt eraan mee, je maakt campagne. Dus je wil ook gewoon dat het het goed doet. Ja. Um, ook omdat je natuurlijk gewoon lekkere bonus wil ontvangen. Oeh, <laughs> ja, is dat... nee, nee, nee. Maar <laughs> dat is altijd een plus als je bij dit soort bedrijven werkt. Bonusstructuur. Ja, uh, <laughs> ja die, die, uh, is dat hier? Nee. het nog, <laughs> nog steeds? Is nee. niet. Ah, jammer. Nee, maar daarom had ik weer zoiets van: inderdaad, dus eigenlijk is dat qua, qua dat, dat er op je kindje uh, gespucht wordt, is, is dat, dat is niet heel veel anders als je voor nee. een heel groot bedrijf wordt dan voor hier? Nee, zeker niet. Dat, dat, nee, dat, dat blijft zo. Zou ik voor altijd blijven hebben waar ik ook werk, denk ik. Ja, maar voelt ja. dat hetzelfde? Want dit is natuurlijk een heel klein bedrijf. Mm, ik, ja, ik weet, ja, ik denk wel dat het een beetje hetzelfde voelt. Het is gewoon iets waar je tijd en energie in steekt. En als iemand dan dat afkraakt, dan is dat gewoon nooit leuk. Precies. Ja, ja en, en dat dan dat maakt het niet uit. Dat of, mensen of, zich niet, hè? Nee, dat realiseren mensen zich niet. Nee. nee. Of dat je dan, ja, dat je gewoon. Uh, iets op social media posten dat je daar dan heel veel gezeik op krijgt. Hetzelfde als wij hier en nu een item doen. En het staat eronder. Ja, Shelly en uh, Jelle die uh, lopen zo te lullen de hele tijd over weet ik veel wat. Ja. Dan Fucking onboeiend man. Heel man. vaak doet het je ook niks. Maar af en toe is er net even een ja. moment dat je denkt: zo, een triggertje. Ja. ja, klopt. Hoe gaat het met Dennis? Goed. Ja. ja. Ja, ik denk dat ik wel mag zeggen dat onze Dennis uh, vader wordt. Ik zag het uh, op, uh, op zijn uh, ja. Instagram, dus ik denk inderdaad dat, ja. dat, uh, dat het mag. Maar die sprak je dus elke dag nog. Uh, ja. Ja, en die ja ik mis gewoon... hem. Ik heb hem nu al niet meer elke dag gesproken, nee. natuurlijk. Nee, nou, ik kan hem altijd nog even bellen. Nee, even, dat maar. weten we. We gaan sowieso ook nog uh, even een soort van afscheids-sessie uh, ja. doen, dus dat komt wel goed. Vet. Nou, ja, misschien uh, ja. nodig hem een keer hierin. Uh, nou, ik ben vooral ook heel erg blij voor hem dat hij gewoon nog wel lekker zijn werk daar ja. kan doen. Ik weet ook dat hij. Het werk ook echt super leuk vindt. Dus ja. uh... Wat doet hij nu precies? Ja, moet ik het wel goed zeggen. Senior Global PR manager Global volgens PR mij. Manager. Sorry, Dennis, dat ja. ik het verkeerd Global. zeg. Dus hij ja. neemt partijen, grote partijen mee op trips ook. Ja, nou ja, hij doet nu eigenlijk uh, en dan moet ik, ja, nu ga ik heel erg voor Dennis praten, maar eigenlijk de strategieën dan ook voor heel Europa moet hij dan uh, werkt hij aan. Dus dat is natuurlijk super tof. Ja. Ja, ja precies, dus ja. hij heeft zichzelf wel goed omhoog gewerkt. Want die werkt daar natuurlijk ook al dik tien jaar of zo. Ja, bijna. Ja, ja. vet. All Nou, ik heb jou uh, dus inderdaad uh, zien ontwikkelen uh, in, na corona. Je gaf al aan dat dat de reden was. Tot een, een Rotterdamse socialite. <laughs> uh, game je überhaupt nog? Ja. Nou, wel minder. Ja? Maar dat komt ook omdat mijn hoofd er niet heel erg naar stond. Omdat ik dus de hele tijd mezelf bezig aan het houden was met alles buiten thuis zitten. Ja. Um, maar ja, het laatste wat ik heb gespeeld is Hogwarts Legacy. Ik heb vooral heel veel echt AAA-games gespeeld. Als er echt, ja, daar wil ik dan tijd voor maken. Waarom? Daar. Nou, omdat dat gewoon de games, dat zijn gewoon vette games. Oké, okay, ja, omdat het gewoon grote vette het games zijn. Dat zijn gewoon vette games. Dat, ja, dat is de shit waar ik dan naar uitkijk vaak. Maar ik, ik heb niet meer zo heel veel losse indie games gespeeld of zo. Nee, precies. Ja. En ook tijdens gewoon 2K was dat. Tijdens uh, 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 de, 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 de lockdown, maar ook gewoon tijdens je werk. Tijdens ja, tijdens werk lockdown niet... heb ik dan wel weer meer gekeken. Ik heb ook een top 10 item met je opgenomen over dus de games die ik het meest heb gespeeld. Ja. Dus er, is, er zijn zeker wel games die ik heb gespeeld. Maar ja, je bent er gewoon zoveel mee bezig. En ik, ik, ja, ik maakte gewoon lange dagen ook. En daarnaast, in het begin um, streamde ik ook nog best wel veel. Ja. Dus toen gamede ik daar ook gewoon nog bij. Heb je de afgelopen. De, tijdens TK heb je ook nog gestreamd? Ja, nou, toen ik daar ging werken, toen heb ik heel emotioneel afscheid opgenomen, want ik mocht niet meer streamen. En toen later, en ik weet niet precies meer hoe dat is gebeurd, maar toen mocht het opeens weer wel. Dus ja. toen heb ik het weer opgepakt. En vond ik echt super leuk. Drie keer per week. En ik had het schema. Ik ben helemaal niet van de schema's, maar ik zat, ik zat er een soort van lekker in. Ja. En toen ook, tijdens corona is daar iets gebeurd waardoor ik alle motivatie ben verloren. Ik had het idee dat het niet meer leuk was om naar te kijken. Het kostte me heel veel energie... om tegen een camera in mijn eentje te praten de hele tijd... En toen ben ik er gewoon mee gestopt en heb ik het eigenlijk nooit meer echt kunnen oppakken. Ik heb het nog een paar keer geprobeerd, maar... Maar echt één specifieke situatie of gewoon de corona en lockdowns ja, en wat dan ook. Ja, misschien happened? het vijf jaar patroon dus. Dat ik het vijf jaar deed en dat ja, ik er precies. geen zin meer in had. Het was gewoon een, een, een general thing. Dat ja. Soort van het, ja, precies. Dus niet per se een soort van, oh, die en die had toen dit en dit gezegd. Dus toen was ik er klaar mee. Of wat nee, helemaal niet. Nee, dat, dat is gewoon een beetje zo geleidelijk gegaan dat ik gewoon merkte... En dan probeerde ik nog steeds wel nieuwe dingen, want op een gegeven moment tijdens corona en het blijft maar terugkomen. Toen bedacht ik, ik wil een nieuwe hobby en toen ging ik uh, ging ik uh, DJ. Had ik zo'n apparaat gehaald. <laughs> dat ging toen. Was dat duim, duim. je corona hobby? Dat DJ was de corona hobby. Vind ik nog de steeds. Enige. De ja, enige is... hobby. Of heb je meer corona hobby's opgepikt? Nee, jij. Okay, één. Ik heb uh, 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 kleding liggen naaien. <laughs> dat is ook leuk. Ja, is oh tof, ja. Ik kan DJ'en misschien kunnen we een soort van DJ fashion <laughs> nee, show organiseren. <laughs> nee, daar heb ik niet behoefte <laughs> nee, niet? Maar oh, DJ'en dus. heb je, nooit, heb je dat wel eens ook, heb je dat gestreamd? Uh, dat heb ik gestreamd. Ja, en ik vond het heel erg leuk. Mijn moeder was vroeger DJ. Dus ja. ik dacht, uh, ja, misschien moet ik dat ook maar eens uh, gaan doen. En uh, ja, ik heb ook gewoon heel veel vrienden die DJ zijn. Dus ik vond het gewoon tof. En ja. ik, ik wil het nu eigenlijk. Ik heb nu een vriend. Uh, ja, die draait ook veel in Rotterdam en die gaat me. Ik, heb heel... ik ging alles leren via YouTube. En op een gegeven moment loop je dan wel vast. En ik wil het nu wel weer oppakken met dan de hulp van iemand die daadwerkelijk weet waar hij het over heeft. En ja. die het me gewoon kan laten zien. Dus je hebt nog niet op een, op een avond uh, mensen, hebben nog niet een kaartje kunnen kopen. Uh, nee, voor van... DJ Shelly. Nee. <lijp>. nee, maar ik, uh, ik heb wel huisfeestjes gedaan. Nee, Oké, okay, daarom. Ja. Nou, dat is al, dat is al ja. de helft. Um, ga je weer streamen? Wellicht. Maar je ja, hebt nou, niet per se een plan. Uh, nee, voor. ik heb niet per se een plan. Nou, als het, als het, misschien krijg ik er opeens wel weer heel veel zin in, omdat ik hier weer zit. En hier ga ik waarschijnlijk ook alweer streamen. Ja. Um, ja, ik heb daar nog niet echt een concreet uh, idee. Nee, precies. Bij. Je hebt voor de rest dus, uh, je, je hebt gewoon, er zijn wat dingen waar je over nadenkt. Je hebt nog niet een concrete, afgezien van de vakantie, uh, concrete plannen. Nee, ja, die vakantie, dat is gewoon, dat, daar staat mijn hoofd nu gewoon heel erg op gericht, merk ik. En ik denk ook dat ik dat, dat, dat echt even goed voor me is. Ik had net nadat ik weg ben, was in, bij Game Kings, heb ik ook ben ik naar Thailand geweest drie weken in mijn eentje. En dat vond ja. ik echt zo'n fantastische ervaring ook om het alleen te doen. Ja, uh, dus daar kijk ik gewoon heel erg naar uit weer. Dat heb je in de laatste vijf jaar niet nog een keer zoiets gedaan? Nou, ik had dus al eerder een ticket naar Vietnam, maar dat ging dus niet door door corona. <laughs> ja, door ja. corona. Heb je die teruggekregen die ticket? Ja, en uh, daar heb ik Appa van gekocht. Je hebt een hond gekocht in plaats van een, een vakantie. <laughs> ja. <laughs> nou ja ook een vakantie. Ja, maar net... Wat doe je met de hond als die als je op vakantie gaat? Die gaat naar mijn vader. Ik okay. heb dus het geluk dat mijn vader die is echt helemaal verliefd op Appa dus die vindt het helemaal niet erg om daar op te passen. Appa is daar nu ook, maar om ook weer even terug te komen op die tijd dat we niks konden doen, hij heeft me daar wel een beetje doorheen gesleept, want ik werkte dus De hond. ja, ik werkte dus vanaf thuis en dan zit je dus alleen maar in je huis en ja. nu was ik kreeg ik een soort van verplichting om ook te gaan wandelen, mijn huis uit te gaan, dus dat is wel een goede beslissing. Uh, ja, geweest. zeker. Ik miste mijn kat heel erg in de in de in de lockdown. Omdat ik ja. gewoon inderdaad, ik, ik zat ook alleen tussen vier muren. Dus dat ja. is heel uh, heel vervelend. Ja, ik ben wel een beetje door de door de onderwerpen heen. We zijn ook alweer een uur aan het uh, aan het lullen. Oh, dat is wel ongeveer dat was de, de, de streeftijd. Ja. Um, we hebben het gehad over je auto, over je WK. Andere hobby's hebben we. Dus net even net, uh, fucking DJ Shelly. Samen met DJ Richard fucking Simon. Ja, misschien moeten back. we back-to-backje doen. Yeah. Als we weer een bar weinig doen, dan Toch? gaan we gaan skaten. Wat draai je? Ja, ik ben wel gewoon meer van de house. 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 Thron music. house. Yes. Vrolijke nice. house. Dansbare house. EDM? Of dat niet? Nee, nee, nee. 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 Oh, Oké. Okay. Nee. Uh, wel iets meer obscuur dan, ja. uh, dan die stuff. Nou, Eclectisch. Ja, en nee, we hebben het gehad over andere plannen, over je, je vakantie. Heb je heb je, je 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 heb je miste je presenteren dan? Nee, dat niet. <laughs> nee, nou ik merk dat ik het nu wel weer leuk vind om te doen, maar ik heb mezelf nooit gezien als presentator. Ik denk zou dat ook echt, eigenlijk. Nee, maar ik zou het dus ook niet mijn werk van willen maken of zo. Ik zou dat niet ergens anders willen doen omdat ik nou denk dat ik daar zo fantastisch goed in ben. Ik vind het. Nee, maar ik bedoel dus meer een soort van hè, de stream is voor de camera Bij Game ja. was voor de camera en toen ben je op een gegeven moment kantoorwerk gaan doen. Ja. Um, maar dus je zei wel van de, tijdens het uh, tijdens de tripje uh, met J uh, jij en wat dan ook, van was het wel weer. Chill of leuk om weer voor de camera te staan. Ja, en dat komt ook voornamelijk omdat we hier natuurlijk wel gewoon over dingen praten die me gewoon heel erg interesseren. Ja. En dat maakt het gewoon makkelijk en dan gaat het ook natuurlijk. Dus ja, dat, precies. Ja. ja, dat bedoel ik inderdaad. Ik bedoel niet meer voor het van hallo, welkom bij, <laughs> ja. niet, niet, niet dat soort presenteren. Dat dat snap ik. Nou ja, right. Er komt inderdaad ergens aankomende dagen een item waarin jij het gaat hebben over je. Games. tien favoriete games van, ja. van de laatste vijf jaar eigenlijk vijf maar dat werden er tien met ja maar 5 en... vijf jaar dat is lastig super veel ja nee, dat, ja, dat, ja, uh, nee dat, dat is elk is jaar niet. je top 1. en dan een soort van nog Precies. wat dingen die je echt wel moet noemen dat, ja. uh, dat snap ik heel goed Nou ja dat uh, gaan we binnenkort uh, kunnen jullie daar naar kijken en uh, daarna zien we je wel weer uh, verschijnen uh, voor de camera ja thanks thanks